Nou, iedere dag dit gaat doen, zijn heb. Dan heb je geen kost van nodig. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Het is 9:02. Ik heb net een eitje gebakken. Of ja, nee, gekookt bedoel ik. Even lekker zout opstrooien. En even mayonaise en curry erbij. En dat is lekker mijn ontbijt voor vandaag. Dat ziet er toch goed uit. En ondertussen ben ik ook GTSD aan het kijken. Ik ben nu bij 7 april. En via Videoland natuurlijk. Ik heb vandaag kipsiam gemaakt. En ondertussen ben ik nog steeds GTSD aan het kijken. Die van 29 april. Daar ben ik nu gebleven. Ramen stonden al open. Nu heb ik de ramen helemaal open gezet. Ze stonden eerst op een kiertje. En nu ga ik weer wat verder koken. En straks ga ik even de afzuigkamp goed schoonmaken. Dat was ik al van plan, maar iets te laat. Hallo, het is vandaag vrijdag. Ik ben vandaag trouwens 3 keer weg geweest. De eerste keer om mondkapjes te kopen bij de Solo. Ik heb deze en deze en deze. En ik heb deze. Daarna heb ik een scooterslot gekocht voor mijn elektrische fiets. Dan kan ik hem in ieder geval goed op slot doen. En ik heb deze voor de badkamer en ik heb een kussen gekocht. Ik ga jullie straks laten zien wat ik nog meer allemaal heb gekocht. Zoals deze kan ook. Maar nu ga ik eerst eten, want anders wordt mijn macaroni koud. Want dat ga ik eten vandaag. Naast wat ik net al heb laten zien heb ik ook deze gekocht. Dus desinfecteermiddel. En ik heb een bakjes gekocht en ik heb een pannetje gekocht om een eitje in te bakken bijvoorbeeld. Omdat ik nu echt een grote pannen gebruik om een eitje in te bakken. En dit is gewoon klein, dat is gewoon fijner. En een pan met een deksel. Omdat ik fijn vind als ik de pan soms dicht kan doen, bijvoorbeeld als ik kip aan het bakken ben. En ik heb batterijen. Deze zijn... Oh, dat is niet die ik moest hebben eigenlijk. Dat is toch de verkeerde, zie ik nu. Voor mijn keukenweegschaal, maar dat is niet die ik moest hebben. En ik heb deze batterijen. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Het is nu 9:15. Ik ga even de gordijntjes open doen.
Het is ondertussen 5:00 voor 6:00 en ik ga deze salami pizza in de oven doen, want ik ga vandaag lekker pizza eten. Nou, nog ongeveer 3 minuten, dan is die klaar. Ik was net op het feestje van Patrick. Ik ben, het was al afgelopen, maar ik ben pas later teruggegaan. Het was gewoon hier in de woonkamer. In de gezamenlijke woonkamer van ons. Nu ben ik weer gewoon lekker op mijn eigen studiootje. Ik ben moe en ik ga zo lekker slapen. Deze kleine bordjes zomaar. Dank je wel. Komt je aan, schipper? Bijna. Ik heb zonder hem mee. Kijk, zet toch mooi naar het terrasje aan. Voor een bootje. Ja. Waar staat het? We hebben net samen een ijsje gehaald. Nou, ga je terug. Ja, die. Ja, wel mee draaien dan, hè? Ja, ik weet hoe zwaar het is. Ik heb hem al terug moeten halen. Zenuw begint. Oké. Okay. Zeg. Nou, druk is op jou. Dus dit is het boertje. Ja.
Waar je de goede kant? Ja, we hebben teruggehaald net. Ben jij geweest? Ik heb net teruggehaald, ja. Ja. Nou, wij wonen hier. Nou, als we... Andere kant in draaien, denk ik. Ja, zo ja. Vroeger kreeg je al soepel. Nou, wij wonen hier, maar anders moet je helemaal langs je naar Afrieden. Dat is echt gewoon een kwartier. Ja, hier. Jij moet daar langs. Ja. Ja, ze heeft het even doorbijt. Ja, ze heeft die ketting eens binnenhalen. Ja, goed, ja. Hier komt ja. De ketting. Hoe zwaar is het, joh? Ja, we hebben tijd. Zon schijnt. Ja, puur wel dan, zijn het. Lukt het? Ja. Ja, dat kun je kijken. Ik beloof in jou. Dat is helemaal zo, hè? Nou, iedere dag dit gaat doen, Zeynep. Daar heb je geen kost voor nodig. Die zijn wel dicht, maar dat maakt niet uit. Ja, ja. En geloof ik die ook nog niet. Nee. Ik heb mooi geluk. Die had niet gedraaid. Nee. Lukt het nog? Ja. Dan zal ik mijn jasje eens uit doen. Nee, het geeft niet af, hoor. Nou, zwaar is het niet zo. Een stukje plaatje. Een beetje lullig als een meisje ons helemaal aan de overkant. Wil het overgeven? Helemaal aan de overkant. Ja, dat geeft het ook. Ja, want anders denken die buren hier ook van. Nou, ik laat er een meisje aan draaien. Andere camera nu maar. Nou, oh, dat heb ik nooit gezien. Ik ben nu aan het koken. Ik heb gehakt, een courgette, tomaat en paprika en ui. En ik heb deze mini wraps. En die ga ik vandaag eten. Hey, ik ben bezig met mijn website. Ik heb een nieuwe website nu, want nou, we hadden natuurlijk eerst, Kevin en ik hadden eerst samen, maar omdat wij nu uit elkaar zijn, hebben we nu ieder een eigen aparte website gemaakt. Dus de mijne, die staat natuurlijk in de link. En ik ga verder met mijn account.